Het grote probleem van de wereldeconomie is de dalende reële rente. Dat is eigenlijk een trend die al 20 jaar gaande is. En dat leidt ertoe dat het risico op bubbels toeneemt. En dat je het monetair beleid krachteloos wordt. Want het kan nominale rente niet verder verlagen om voor evenwicht op de kapitaalmarkten te zorgen. Daarvoor zijn een aantal no-regret policies nodig. Nou, er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn. Er zijn standaard dingen als het beter laten functioneren van markten. Dat is eigenlijk altijd zo. Maar het feit dat we op de zero lower bound zitten, dat de nominale rente op nul zit en dus niet naar een lagere reële rente kunnen gaan, betekent eigenlijk dat je een hogere inflatie zou willen hebben. Dat kan geen enkele kwaad en levert eigenlijk alleen maar voordelen op. Een tweede belangrijke no-regret policy is verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat vermindert het aanbod van besparingen en dat is een van de hoofdoorzaken van de daling van de reële rente. En dan zijn er maatregelen die meer controversieel zijn en die liggen op het gebied van de Europese fiscale verdragen, die eigenlijk te stringent zijn en de staatsschuld te ver terug willen dringen. De financiële crisis heeft de problemen verergerd. Maar het grote aanbod van besparingen is een ouder probleem. Er werd gesproken al voor de crisis over de savings glut en de quest for yield. Het grote aanbod van besparingen heeft de reële rentevoet gedrukt. En dus gingen mensen op zoek naar renderende beleggingen en dat leidde tot bubbels in allerlei zaken. Dat grote aanbod van besparingen komt overigens voor een heel groot deel uit China en een aantal andere zich snel ontwikkelende economieën die heel fors sparen, onder andere omdat er onvoldoende sociale zekerheid is. En die besparingen in China zijn echt vanuit het Europees perspectief eigenlijk bizar hoog. Is de lage nominale rente niet een gevolg van het monetair beleid van de ECB? Ja, dat is een veelgehoorde stelling dat eigenlijk met deze lage nominale rente spaarders benadeeld worden. Maar met name de reële rente is gewoon een marktfenomeen. Het is het evenwicht van vraag en aanbod wat die reële rente bepaalt. En eigenlijk ontstaat er een soort kunstmatige ondergrens, die zero lower bound, waaronder die reële rente niet kan dalen. En de monetaire beleid kan daardoor eigenlijk niet doen wat het moet doen, zorgen dat er evenwicht komt op de kapitaalmarkt. Dus alle mensen die zeggen dat met dit monetair beleid spaarders benaderd worden, spaarders hebben last van het feit dat er veel mensen willen sparen en weinig mensen willen investeren. Dat is het probleem. En niet het monetair beleid van de ECB. Hoe krijgen we de omslag? Ja, dat weet ik niet. Dat is een zaak van politici. Ik zou een aantal zaken, iedereen weet hoe gevoelig een aantal van deze thema's liggen. Een overstap naar een hogere inflatiedoelstelling, 4% is bepleit. Stuit vooral in Duitsland op grote gevoeligheid vanwege de hyperinflatie van 1923. Ik denk dat daar geduldig argumenteren de enige weg is, want echte risico's van 2-4% zijn niet heel. Hogere pensioenleeftijd, nou daar zijn we in Nederland nou toevallig heel succesvol in geweest. Daar verdient Nederland een compliment voor. Maar in andere landen ligt dat heel moeilijk. Ook in Duitsland is men weer op weg de pensioenleeftijd te verlagen in plaats van te verhogen. En op fiscaal beleid zijn de meningen duidelijk totaal uiteenlopend. Ik denk eigenlijk vooral vanwege grote belangentegenstellingen. Noord-Europese landen zijn eigenlijk bang dat ze de tekorten van Zuid-Europese landen financieren. Want Noord-Europese landen hebben in een aantal gevallen ook vrij forse staatsschulden. Wat dat betreft zou er eigenlijk geen reden voor het hoofd langs moeten zijn. Het lijkt of we heel bang zijn voor bubbels, maar is dat terecht? Ja. Mensen roepen altijd dat, of zeggen altijd van ja, de lage nominale rente vergroot het risico op bubbels. Ik denk eigenlijk dat dat anders zit. Het is het lage reële rendement wat het risico op bubbels vergroot. Naarmate de quest for yield, naarmate er gewoon met normale beleggingen minder te krijgen is, gaan wij op zoek naar dingen waar we het geld veilig kunnen opslaan en waarvan we verwachten dat de waarde in de toekomst zal stijgen. Neem China. In Shanghai staan veel appartementen leeg. En waarom is dat? Omdat mensen daar massaal sparen en hun vermogen willen opslaan en ze hebben geen alternatief dan maar een appartement in Shanghai. Dat is typisch een bubbel
En dat is eigenlijk een min of meer normaal verschijnsel. Dat klinkt vreemd, maar is een normaal verschijnsel in het economisch verkeer. We betalen ook voor goud, ook een bubbel.